Ja, u ziet direct, dit is pure flauwekul. Maar dit is gedaan voor de kijkcijfers en omdat de makers dol zijn op lollige visuele elementen. Maar nogmaals, dit is scherts. Hier vanuit de studio informatie bij de beelden van de historicus en Americanist, dat zeg ik goed, Maarten van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Welkom, meneer van Rossum. En Mrs. Reagan. Een raar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. De gasten van vanavond, naast Raoul, een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. En hij is een groot liefhebber van de Donald Duck. Dat is natuurlijk ook bijna hetzelfde. Maarten van Rossum. En naast wordt nou alsmaar misschien gezegd, maar ik ben tegenwoordig, ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck. Van de verhalen, Tina, van de verhalen van Karl Barks. Maar van de verhalen die niet van Karl Barks zijn, ben ik helemaal geen grote liefhebber. Dus waarvan achter? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Daarom. Ja, je wordt voortdurend achtervolgd met dingen met dingen die niets met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je, ik doe nog even een gast. En dan beginnen we met de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Goed, dank je wel. Sterker nog. Ja. Dit zeker. Dus, Want je moet wel die 2/3 moet je wel hebben. Ja. Anders heb je niks te knippen. There's certainly a lot we need to talk about. So let's please welcome to our program Mr. Maarten van Rossum. I'm glad you're finally here, sir. Okay. What enthusiasm! Ik merk het niet. Ik heb het vaak ook bij colleges gehad dat een groep meisjes op de 2/3 gewoon elkaar vakantiefoto's gingen laten zien. Dus na een tijdje denk je, zou ik eens vragen of ik ook mee mag kijken. En dan reageren ze heel geschrokken, ook want we waren helemaal vergeten dat we op college zaten. Ja. So, I'm 59. I'm preparing for death. You're preparing for death? It's almost over for you, isn't it? That's it. Oh, Maarten. Oh, buddy, let me give you a hug, okay? That is why. May I say something about hugging? Yes, sir. Say something about hugging. Yeah, because I think hugging is one of the most terrible export products of the United States. Abortusvraagstuk is een belangrijk vraagstuk. Daar gaat Obama belangrijke rol gespeeld. Laat me nou eens even uitpraten. Nee, ik heb jou ook nog niet in de reden gevallen. Maar illustratie maken. Nee, maar ik maak mijn onderwerp af als het mag. Kunt u even stil zijn, meneer Van Rossum? Nee, dat is afhankelijk van de leiders van dit gesprek. Dit flitste er net nog ruimschoots voorbij op die schermen daarachter, de voortreffelijke gespreksleiders. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in de laatste 4 weken. Mag ik even? Nu. Ja, u bent. Nu, ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan helemaal, heb. Maar het is niet helemaal niet. Ik begrijp dat u enorm geïrriteerd raakt, maar daar zit ik helemaal niet mee. Mijn ervaring is dat humor lang niet altijd op prijs gesteld wordt. Nou, kennelijk niet. Onderzoek wijst het uit. Ik kan daar tal van voorbeelden van geven waar ik zelf vond dat het ongelooflijk geestig was. Maar dat familie, kennis en vrienden dat helemaal niet met mij eens waren. De kans dat je gevoel voor humor werkelijk perfect spoort, is betrekkelijk klein. Bijvoorbeeld al mijn geestige opmerkingen in de Verenigde Staten, die vallen altijd dood. Amerikanen hebben totaal geen gevoel voor humor. Althans, niet het mijne. Ik wil wel een praktisch voorbeeld geven. Toen die Challenger verongelukt, was ik toevallig in de Verenigde Staten. En ik kon niet laten om te zeggen dat ik het wel enorm artistieke rookpatronen vond. En ironie, ja. En dat werd totaal niet op prijs gesteld. Yeah. Gebrek aan tact, kan je het ook misschien. Maarten, do you ever spin around in a field full of flowers, happy as a child?
You ever do that? Hey, I'm so happy. You ever do that? No? Why should I do that? De broers hebben voor deze gelegenheid samen een top 3 van de lelijkste plekken van Nederland gemaakt. Vincent en Maarten van Rossum hier, beide aan tafel. Nog 1 week en dan bent u officieel hoogleraar. Ja. Net zo hoog als uw broer. Bij mij gaat het niet lang meer duren. Dus. Nee. Volgens mij, jij bent al geëmeriteerd. En op je 70ste houdt... Volgens mij niet, tenminste. Het is me nog niet opgevallen. Nou, maar op je 70ste heb je geen promotierecht meer. Oh, dat zou ik helemaal niet door rouw om zijn. Vanaf jongs af aan, broers, konden het goed met elkaar vinden. Heb ik nu al de indruk? Zeg ik iets geks? Nee, klopt, hè? Nou, niet van echt heel erg jongs af aan. Hij is 10 jaar jonger. Nou, ja, toen ik nog... Ja, ik was heel klein en Maarten was wat ouder, dus... Pas toen we pak een beet tussen de 30 en de 40 begonnen we elkaar te begrijpen. Die stemmen zijn identiek, hè? Als ik mijn ogen dicht doe, weet ik niet. Die spreekt volgens mij. Nou, bijna, ja. Ja, bijna. Toch? Jullie vinden elkaar ook volgens mij in de stelling dat stadsvernieuwers, dat zijn stadsvernielers. Is dat altijd, is dat zonder uitzondering een feit? Mensen die zich nu met een oude stad als Amsterdam bezighouden, die maken hem alleen maar lelijker? Ja, zeg? In principe is de beroepsgroep, dat zijn gevaarlijke gekken, ja. En dat is het wonderlijke ook in de Nederlandse politiek, dat het, hè, we hebben dan discussie over Uruzgan, terwijl ik werkelijk geen flauw idee heb waar dat is en hoe dat eruit ziet. En ik ben er nog nooit geweest en ik ben niet van plan om er ooit naartoe te gaan. Terwijl de essentiële... Het essentiële politieke probleem is natuurlijk, wat willen wij met Nederland? Ja, ik zit alleen maar te lachen omdat u zo ontzettend op uw broer lijkt eigenlijk. Maar ook in het brommen. Het is een soort virtuoos... Ja, toch? Een top 3 hebben jullie samengemaakt van de lelijkste plekken van Nederland. Op nummer 3 vond ik opmerkelijk, want dat op nummer 1 Hoog Catharijne in Utrecht staat, dat begrijp ik goed. Het monument op de Dam. Ja. Wat mankeert daar aan, Maarten? Dat precies. Moet je kijken hoe lelijk het is. Ja, maar dan even in jullie eigen theorie blijven. Zullen we het slopen? Nou, wacht even. Er was een magisch moment waarop het spontaan begon te desintegreren. Ja. Enkele jaren her. En in plaats van dat ze toen hebben gezegd... Nou ja, de heren is kennelijk deze zaak niet gunstig gezien. Dus we laten het daarbij. We laten het gewoon aan elkaar vallen. Hebben ze de hele bubs naar een Duits bedrijf. Ja, die waren er goed in. Die hebben al die monumenten die in Europa vanwege de Duitse bezetting zijn opgericht. Daar leeft dat bedrijf van. Ja, echt waar. Echt waar. Die hebben ze echt gespecialiseerd. Neemt u dit betoog eens over. Ga gewoon eens door. Nou, het is op zich wonderbaar. Dat inderdaad een Duits bedrijf is. Maar, ja, die... maar moeten we dan, zoals Wilders zegt, geen geld meer geven daar naartoe? Wilders is een idioot. Dat geldt eigenlijk voor elk denkbaar gebied waar de idioot zich over uitspreekt. En zijn ideeën terug naar de gulden, dat is zo achterlijk dat eigenlijk nauwelijks de moeite van het commentaar waard is. Ik was zo blij dat ik werd uitgenodigd in de uitzending samen met Maarten. Omdat ik hem beschouw als een van de meest intelligente mannen. Waarvan het ook volstrekt helder is dat je dan zelf niet meer hoeft na te denken. Precies. Maarten, zijn er bepaalde lichaamsdelen die jou tegenstaan? Nee, ik ben 100% tevreden. Bovendien las ik laatst in de New York Times dat het voor de oudere man wel is aanbevolen om wat extra vetweefsel op te bouwen. Oh ja? Ja, dus ik bleek eigenlijk precies in de juiste richting mij ontwikkeld te hebben. Laat dat ook duidelijk zijn. Meneer Van Rossum, hoe gaat het? Slecht. Ik geniet met volle teugen. Ja, want u zit hier omdat u afgelopen zaterdag een stuk heeft geschreven in het Algemeen Dagblad dat u er helemaal gek van wordt. Ik heb niet zelf geschreven, ik heb aan de telefoon enkele vragen beantwoord. Okay. Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik gun hem van harte dat hij daar fijn en licht geëmotioneerd over kan spreken. Maar nu, waarom zijn we er net te laat begonnen? Omdat Jack van Gelder te lang doorlulde over al die opstellingen, wat verder allemaal helemaal nergens op slaat. En
En wat doen we in feite? We zitten ons te erger aan Van Gelder die te lang doorloopt. En dat, wat doen wij dan vervolgens een dik kwartier? Gaan we een dik kwartier praten over die doelpunten die ik nu zo vaak in mijn leven heb gezien dat ik ze moeiteloos zelf zou kunnen maken. Ook op mijn leeftijd. Ja. Maar, want ook dat doelpunt van Van Basten tegen Rusland, dat schiet ik er moeiteloos in. Helemaal geen probleem. We hebben allemaal een mening, we zitten allemaal thuis op de bank en als we toevallig niet naar Boer zoekt vrouw kijken, dan hebben we overal een mening over. Vindt u dat niet goed dat iedereen een mening heeft? Iedereen heeft recht op een mening, mits die mening gebaseerd is op feiten. Wat vindt u van het Po-nieuws? Dat heb ik volgens mij één keer gezien, als ik me goed herinner. Mijn vrouw zei dat ik er even naar moest kijken en ik, ja, dat is een beetje pubertelevisie toch? Ook wist helemaal niet dat u dat was. Ik zie dat nu pas op je microfoon staan, eerlijk gezegd. You will experience a pity. And you will say to yourself, I have to vote for Barack. En het antwoord is in de spot no. Er is geen stoel. Het is een spotje van een anti-Obama groep uiteraard. En het interessante is het verhaal dat hij niet ervaring heeft. En dat hij... Maarten Verros, goedemiddag. Nog even wachten. Ik word in alle haast naar beneden gedirigeerd. En dan ben ik niet welkom. Wanneer bent u voor het laatst verliefd geweest? Grote god. Dat is een mooie vraag. Lang geleden. Ja, echt? Ja, ten eerste vind ik het veel te persoonlijk om serieus op te antwoorden. Dus het volgende antwoord is niet juist. Jammer. Ja, dat is ook mooi. Je kunt toch ook gewoon één keer wat. Of vindt u op tv moet je. Oh, ga ik ineens u zeggen. Dat je op tv nooit zoiets persoonlijks moet zeggen, gewoon. Nou, ik zou daar zeer terughoudend mee zijn. Maar goed, ik was voor het laatst verliefd toen ik 14 was. Echt? Nee, dat is dus niet waar. Dat Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen. Ik schrok er zo van. U heeft een geweldige stem, u heeft een geweldige uitstraling, u heeft geweldige kennis. Er zijn volgens mij enorm veel vrouwen die echt. Ja, maar dan maak je toch een ingrijpende denkfout dat vrouwen in kennis geïnteresseerd zijn. Ja. Kijk, als je ergens in New York een aanslag zou willen plegen, dan op die twee torens staan. Vind ik het ook zo onverstandig dat ze nu een nog grotere toren er op die plek gaan bouwen. En je begrijpt, nog erger eigenlijk. En je begrijpt dat op alle terrorisme scholen ter wereld zal dit de chef-exercitie zijn van. Als je dat lukt, hè, nou dan word je echt professor in het terrorisme. Kees Vertwisten. Ja, dit is een Cadillac Escalade. Je klimt er echt in. Het is in feite een soort voorgebergte, zo hoog. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got Ik probeerde de stoel een beetje achteruit te zetten voor mezelf. En onmiddellijk hield ik een onderdeel van de auto in mijn hand. Dat is natuurlijk toch een beetje een eigenaardige zaak. Als je naar de buitenafmetingen van deze auto kijkt, dan zou je zeggen, nou, je kunt die auto rustig verhuren als mobiel vakantieverblijf. Dit is volledig over de top. Dit is een soort kasteel op wielen. Het tijdperk van de mastodont, de mammoet, weet ik hoe u het precies noemen wil, het gemotoriseerde nijlpaard, is voorbij. Georganiseerd en dan zie je, die, er is bijvoorbeeld de theorie, dat is, zie je ook in die film van Stone, het hele misleidende, levensgevaarlijke klote film. Maar mensen laten zich makkelijk manipuleren. Ja. Slimste mens met een nieuwe kandidaat die als geen ander kan inschatten of we goed gekleed gaan. Er zitten hier een paar bekende Nederlanders. Kun je even, laten we zeggen, ze recenseren? Mag ik ook wat van Maarten zeggen? Ja, nee. Ja, het goede nieuws is voor het najaar. Zwart is het nieuwe zwart, maar dit is toch een beetje het oude zwart. Misschien moeten we naar aflopen. Zo is het, scherp is het nog nooit gesteld, Maarten. Ik ben 68, dus ik voel mij daar wel bij deze observaties. Het zou eigenlijk vrij droevig zijn als ik het nieuwe zwart aan zou hebben. Zij bedoelt het misschien anders. Ik heb niet de geringste ambitie om er jong uit te zien, om een kwieke indruk te maken, om de suggestie te wekken dat in mijn hoofd ik nog eigenlijk 30 ben. Nee, ik ben een bejaarde. En daar ben ik heel gelukkig mee.
Nou, dat weten we dan ook weer. Jij ook trouwens, dus. Does that look like a happy guy? I think so, yeah. You do? Yeah, I think so. That you want a good day? Well, I'm thinking about important things and that makes me happy. True. Situatie. Ik wou van de gelegenheid gebruik maken om nog even iets te laten zien van gisteravond, wat hierop aansluit. Oh, dat kan ook. Sorry. Ja. Als ze van mij overgaan naar mij, dat blijft. U komt uit Zeeland of u komt uit Sittard, u verstaat en u spreekt een taal die we niet eens verstaan hier. Dat begrijp ik ook totaal niet, dames en heren, dat die allochtonen allemaal in no time Nederlands moeten leren. En dat we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. He? Ik moet u teleurstellen dat zodra Limburg in negatieve zin genoemd wordt in mijn betoog, er onmiddellijk spontaan geapplaudisseerd wordt. Ja, zodat ik dan daarna altijd voorstel dat we Limburg aan België cadeau doen. Je bent dus van Maxime af, je bent van ons Camille af. Nou ja, en dan tenslotte natuurlijk de klap op de vuurpijl. We zijn van gekke Geert af. Ja, dit is een witte Lamborghini. Moeder God, zeg. Heer Mambo! Kijk, dit alleen al zou natuurlijk voldoende zijn om mij van aankoop te weerhouden. Bovendien zou een niet onaanzienlijk deel van mijn spaarcenten erin geïnvesteerd moeten worden. Maar er wordt sowieso niks aangekocht, ja, hè, denk ik. Hij heeft onderweg verschillende malen vol gas gegeven. En dat heeft mij nog nader gesterkt in mijn overtuiging dat dit een volstrekt belachelijke, idiote auto is. Hoe, jongens, broers, zitten jullie vaak bij elkaar? Zoeken jullie elkaar vaak op? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee. Er zijn er meer van. Wij weten allemaal. Zijn er meer van Rossum? Ja, dat is een. Ja. We hebben een zuster en die is feitelijk op het terrein van het mopperen begaafder dan wij. Die onbeschrijfelijk. Die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Hoe heet zij? Mijn zuster heet Sis. Sis van Rossum? Ja. Die moeten we maar eens bellen. Die moeten we zeker eens bellen. En, die is... en het leukste is een opname te maken terwijl zij chauffeert. Vanaf het moment dat de auto vaart heeft gekregen, stoot zij een oneindige, op dezelfde toon uitgesproken, stroom van invectieven uit over alle andere weggebruikers die ook maar in de verste verte in de buurt komen. Ja. Dus daar vergeleken daarmee. Zo erg dat mijn zwager eigenlijk psychiatrische zorg nodig heeft. Dus vergeleken daarbij, zijn jullie dus zonnetje in huis? Oh, ik zeker. Rond Irak, ik was voor die inval, ik blijf voor die inval. Dat moest gebeuren, ja. Consistentie, dames en heren, is ook handig. Ook vooral als je ongelijk hebt. Maarten van Rossum? Ik begrijp niet waarom je consistent zou moeten zijn als je evident ongelijk hebt. Dat zeg jij. Van Rossum is een zeer gerespecteerd deskundige. Wetenschappelijke achtergrond. Mensen nemen onmiddellijk aan dat wat hij zegt, dat waar is. Dat is ook volkomen juist. Hij pleit. Meneer Van Rossum, bedankt, meneer Stijnboer ook. En wij zien elkaar binnenkort weer in een nieuwe aflevering van Beleg International. Tot dan, dag. Oh, is nu al afgelopen. Maarten? Nou heb jij vorig jaar je de woede van alle Limburgers op je hals gehaald door wat onaangenaamheden te zeggen over Limburg. Kan Drenthe wel rekenen op jouw genegenheid? Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein. En dan kom je eerst door Meppel, dat is de eerste stad volgens mij in Drenthe. Dan gaat de trein heel langzaam rijden, omdat ze eigenlijk daar nog niet gewend zijn aan de snelheden van het moderne verkeer. Zo loopt een man met een rode vlag voor de trein, tot je Meppel door bent. Dan gaat hij iets harder rijden en dan kijk je plotseling, onverwacht, kijk je in de oostelijke richting. Dan denk je, grote god, we zijn verkeerd afgeslagen, we zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan, zie je gebochelde boeren met grote puisten, die manke ezels voortdrijven met karren met stroopbalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert. Femke Halsema is nog steeds verliefd, zei ze net, een soort kalverliefde, totdat hij komt en zegt, Femke, stay in Euroscam. Want dat gaat hij doen. Niet of die, dat gaat hij doen. Halsema persoonlijk zal benaderen. Nou, dat. Ik had een nieuwe tv gekocht en ik wou hem niet waar vrolijk openen en ik dacht wat zakkers draaien en
Ik had notabene in de kwaliteitskrant gelezen, Bruce Willis. Hoe heet het ook, nummer 3? Die Hard with a Vengeance, dat was nummer 3. Was een hele lollige film. Ik dacht, nou ja, ik huur die film. Dat was in de tijd dat je nog zo'n videobandje kon huren. Het is lang geleden. Dus ik draai die film op mijn nieuwe televisie. Ja, prachtig beeld daar niet van. En eigenlijk kan ik de gang van zaken vrij simpel samenvatten. Er was sprake van een hele grote wolkenkrabber waarin 1000 tot de tanden gewapende en jarenlang geoefende ninja-vechters aanwezig waren. En buiten stond Bruce Willis. Met een t-shirtje en een gescheurde spijkerbroek en van die sneakers aan, waarvan de veters loshingen. En na 90 minuten waren al die 1000 ninja-strijders, die waren dood. En het enige wat Bruce Willis was overkomen, is dat een van zijn veters uit zijn schoen was geraakt. En dan denk je, hoe kan de kwaliteitskrant nou denken dat ik dat zo serieus kan nemen, zulke onzin. Het is zulke onbeschrijfelijke onzin. Verschrikkelijk gewoon. I mean, people need a good dose of unhappiness to be fully rounded personalities. Maarten, een tijdmachine, is dat wel voor jou? Er zijn natuurlijk wel wat lollige scenario's denkbaar. Dan ga je naar, even kijken, in de late jaren 80 van de 19e eeuw, toen Hitler nog een klein jongetje was. En het klinkt even vreed. Hij rijdt op zijn driewielertje, rijdt hij de woning uit en jij komt er aanrijden en zap. Je rijdt een kleutertje dood. En iedereen zegt van een rotstreek. En jij zegt dat scheelt 100 miljoen doden. Je hebt dat nieuws van 1 uur 's middags. En dat is zowel normaal nieuws als sportnieuws. En dan zegt die normale nieuwslezer, zegt de aardbeving in Pakistan, 45.000 doden. En dan even later op precies dezelfde toon, de reserve keeper van Go Ahead licht gewond geraakt bij het verslepen van het doel. En dan denk ik, ja, wat een wonderbaarlijk soort van prioriteiten stellen wij in Nederland. Ik zou zeggen, donder op met dat sportnieuws en doe dat wat mij betreft op een aparte zender. En daarvoor in de plaats hebben ze Hoog Catharijnen gebouwd. Wat voornamelijk het ergste daarvan is dat er een enorme gevelwand eigenlijk gezet is tussen het station en de oude binnenstad. En die zou tegen de grond moeten. Maar nu gaan ze de hal verdubbelen, omdat er steeds meer treinen te laat zijn en ze daar eindeloos moeten wachten. Ze gaan daar ook de stretchers neerzetten en zo. Ja. En een zante kraan, er komt ook een klein hulpziekenhuis. Maar die gevelwand, die moet afgebroken worden. Pas dan sluit die stationsbuurt dus weer natuurlijkerwijs aan op de binnenstad. Duidelijk. Heren, mag ik jullie danken voor dit gesprek? Ja, we hebben veel te bespreken. Ja, en kom terug met Sis. Ja, met Sis. We komen terug met Sis. Ik denk altijd dat je iets nuttigs kunt zeggen. Dan is dat. Rijden de regisseur tegen de grond. Zo. Komt er nog wat van? Ja, joh. Ja, zeg. Ga anders maar in de kantine koffie drinken. Leuk. Dan gaan we een stukje kant kopen. Oh, wat is dit leuk. Hey. Dit is speciaal voor de documentaire. Oh, wat is dit leuk. Leuk. Hop, je krijgt werkelijk schoon op van die dingen. Donder op met die dingen. Oh, help. Het is ook alleen al die takkenherrie van dat ding. Hè? Sorry, nu even niet. Daar. Rij die klerenlijer met de lulfietsje. Flikker op, zak. Laat hem ver. Kijk, het is hem. Ze hebben rood. Stomme eikels. Juist in Dresden is dat gevoel van... Jongens, sorry. Dat ik het stomme ding er weer niet uit heb gezet. Oh, ik bel zo terug. Ik ben nog even in de opname. Oh, ik moet nu al even dat ding doen. Sorry, ik ben in de opname. Ik bel zo even terug. Kijk nou wat een ongelooflijk prutswerk dit is. Ik zal niet zeggen dat ik het beter kan, maar dit is echt helemaal niks. Ik ben nog verbaasd dat hij er een gevorkte baard op gekregen heeft. We gaan weer rechts, naar rechts. Naar rechts? Langs de parkeerautomaat. Nee, op de stoel blijven, Maarten. Het is toch net alsof je met een kleutergroepje loopt. Ja, nu weet je ook waar het Zuidoost is. Ja. Nee, Westen, pardon. Ik wou net zeggen. Hallo. Hebben we onze pad vinden. Ja, onze pad vinden. Hij zou niet ver komen. Hij zou in het Wilhelminapark nog verdwalen.
eigenlijk staan we hier in het midden volgens mij. Oh, ja, in het midden. Kijk maar, dat is niet waar, Maarten. We staan hier in het midden. Nou, nee, achter ben ik wel mee ons zijn. Is meer dan voor ons. Hou je bek dicht. Oh. Met de kokos erop. Ze hebben ook al. Je kunt hier zo, deze aflevering noemen we de kokosnoten spieten. Zo, Was dus dat kan bijvoorbeeld een stuk rib zijn. De splinter van het kruis. Hou nou even je mond dicht, alstublieft. Het kan dus van alles en nog wat zijn. Ik ben geen bal in dat stadje geïnteresseerd. Nou, dat vind ik toch wel zo negatief, ja, zeg. Schandelijk. Je bent toch een negatief type. Ja, ik moet je zeggen dat ik heb nu zo lang naar boven staan kijken dat mijn hele lichaam ontzet is. Ja, en dat ik waarschijnlijk thuis ook zo thuis kom. Ja, dat Winnie ja, zegt van, wat doe je raar nou? Ja, ik kijk naar boven. Oeh. Ja, dat is al. Jongens. Ah, zie je nou wel? Nou. Dit wordt de belangrijkste scène van deze documentaire. Ja, die moeten we ook hebben. Nou gaan we dus. Jongens. Zie je nou wel? Maken met de ontwikkeling van de Duitse staalindustrie. Dit is vrij lollig overigens. Nou, ik ben bang. Ja, nou, ik denk dat de kijkers het niet helemaal begrijpen, nee? Maar laat ik dan even uitleggen dat Sissen een ronduit heroïsche prestatie levert door hier te staan. Ja. Zij bevindt zich feitelijk in een toestand die het meest doet denken aan sterven. Ja. Die is niet gedroogd. Die is verste knop. Oh, maar nou zie ik hoe groot ze zijn, jongens. Jezus, die bril van jou, dat bril is dan ook een bril. Ja. Het lijken wel kolen. Vincent, je moet echt naar een opticien. Feitelijk ben ik met twee invaliden op stap. Ja, de een is blind. De een kan niks zien. En de ander is gebrekkig. De ander kan niet meer lopen. Mag ik al iets zeggen of niet? Nee. Jij moet je mond houden. Ze hebben hele grote huizen. Wat zou zo'n schilderij gekost hebben? Dat doet er nou niet toe. We hebben het niet over geld. We hebben het over de situatie in de 17e eeuw. Nee, het gaat om of ze het betalen konden. Ja, tuurlijk konden ze het betalen, want dit was natuurlijk een opdracht. De schilders in de 17e eeuw schilderden nooit zomaar. Want er waren geen subsidies. Ze moesten dus gewoon geld verdienen. Dan kwam een meneer en die zei, ik wil graag dit. Maar op zich is het toch wel. Ja, het is natuurlijk ook Haags. Het was commerciële woningbouw. Wat is nou zo wonderbaarlijk hieraan dat Berlage is geboren in 1856. Echt door en door een 19e eeuw. Namelijk de horizontale lijn en de verticale lijn. Jezus. Ja, ik weet dat jij het niet zo doet. Dit is lulkoek op een niveau van de kleuterschool. Maarten, het gaat niet om jouw mening. Het gaat om waar Mondriaan mee bezig is. Zoals blind. Je ziet ook niks, hè? Lopen. Ze hebben het over veel, maar niet over wat we zien, hoor. Mijn god. Ik heb nog iets lichtelijks te verwerken. Horizontale staat voor het vrouwelijke, de verticale voor het man. Wordt nog erger. Maar hey, jongens, wacht nog even. Nou ja, ik wil er best mee ophouden. Nee, ik leg het vooral uit. Want nee, want je zit voortdurend met je eigen mening en daar gaat het niet om. Maar wat je ziet is een pelikaan, dat wil zeggen. Pelikaan? Krijgen we dat, ja. Als dat een pelikaan is, dan ben ik een babyolifant. Laat mij nou mijn verhaal eens doen, dan snap je waar ik het over heb. Mijn ergste vooroordelen worden bevestigd. Dat kan me niet schelen, doe dat dit bij de kop, doe dat bij de borrel. Ja, dit. Wij hebben ze dus ruzie over gekregen. Ja, jongens, ik hou ermee op. De groeten, ik doe het niet meer. Nou, kom gaan op. Gaan nemen jullie het me over, ik verrek het. Het is helemaal geen pelikaan. Nou, doe je nou zo'n rare stem bij, maar het is helemaal geen pelikaan. Mag ik het misschien even uitleggen, voordat je dus doorzeurt? Dit is toch echt van een treurigheid. De verticale en de horizontale, het vrouwelijke en het mannelijke. Het is toch, je wordt er toch ijskoud van. In het begin toen ik binnenkwam dacht ik, het is wel leuk. Oh, die muziek. En nu beginnen we behoorlijk te irriteren. Mijn mateloosje. Zijkmuziek. Als ik door een bliksemflits word getroffen, als ik naar buiten kom dadelijk, dan weet ik zeker dat de heren iets met mij voor heeft. Vast niet. De heren heeft niks met jou voor. Ja, dat is verpest door dat godvergeten modernisme. Jongens, jullie staan voor een seksshop, hè? Voor een seksshop. Oh, god. Oké. Dacht al. Hoe komen we aan de seksshops? Door het christendom. Hallo. Sorry, jongens. Maar ik had dat niet gezien.
Ja, jongens, dan moet je me zeggen dat je wil beginnen, ja, hoor. Dat er zijn is heel geen simpel. Kleuterleiders. We staan hier nu vijf minuten te ik wachten. Ik zeg ook altijd dat nee, ik wil beginnen. Zo kinderachtig. Ach, je doet het erom. Je gaat hier gewoon opzettelijk staan te wachten. En natuurlijk komen we dan te laat. Ik ben geen kinderjuffrouw. We hoeven niet boos te worden, maar feit is dat wij niets gehoord hebben. Die zijn zwaar aangetast. Goddomme. Ja. Hij denkt dat hij leuk is. Nee, joh, dat was voor een idioot die de weg opliep. Oh, dan is het goed. Ja, sorry, we zijn even in gesprek. Nou raak ik dus ook geïrriteerd, ja, want dat het is bullshit. Dat, nou, dat het is jammer. Niet gezegd, ik ben niet geroepen. Tot vier ik keer stond toe. Daar gewoon te leuterkonten, dat is waar. Maar ik ben niet gealarmeerd. In ieder geval betekent Vesta haard. Want ik heb het wel voorbereid. Ah, dus he, ga je mij vragen, terwijl je het zelf al lang weet. Dat is ook wel. Mag ik nu bellen? Nu mag je bellen. Nu. Hey. Oh. Wat een tering, hè. Ah, wat een onzin. Ik krijg elke week een doosje van Amazon. Ja, dat is fijn. Aan de deur. We hebben allemaal zo onze eigen dingen. Maar goed, nee, we gaan nu nog even... Nee, daar moet je nou niet overheen marcheren. Dan moet je laten zien... We gaan nu nog... Ja, daar ben ik mee bezig. ...dat de tournure van de wereld. Daar ben ik mee bezig, Maarten. Dat de moderne marskramer namelijk een zwarte man komt. En we gaan niet van het begin naar het eind. Nee, je moet niet zo monopoliseren. Dat is fout. Ik wil dit verhaal afmaken. Daarna mag jij jouw verhaal houden. Zullen we beginnen? Begin maar. Je weet, ik sta gewoon te wachten tot je wijze nou, woorden... Nou, die indruk maak je in het geheel niet. Maar goed, want dan heb ik bied het klaar. Je dus een unieke rondlopend verhaal aan. Nou, dat vind ik dus niet. Maar goed, we hebben daarna omdat de SRV... Omdat je totaal niet ziet dat daarna het hele verschijnsel weer terug is. Sorry, maak het af, fijn dankje. Ja, dat vind ik ook kinderachtig, hoor. Het is toch iedere keer hetzelfde liedje. Wat gaan we doen, jongens? Oh, ja, ik wacht tot jullie zijn uitgelul over die onzin. Ja, dan kan ik gewoon mijn verhaal houden. Dat je iets ging doen. En dat je een presentatie gaat houden. Dit joh, gaat ver. Sis, dit is gewoon kinderachtig. Ik val jou ik doe ook een niet hele... in de reden bij jouw Jij verhalen. Valt me ook in de reden. Ik doe een hele nuttige suggestie. Om je te laten zien dat het verschijnsel via een hele complexe manier weer terug is gekomen. Maar ik zag dat 19. Jongens, jullie moeten opletten. Ja, ik luister. Sigaretten. Hier, wie het zegt. Sigaretten weg. Wie het zegt. Nee, je hoeft helemaal niet op te letten, maar doe net alsof je oplet. Maar kijk hoe geïnteresseerd en belangstellend ik kijk. We gaan eruit. Is het niet beter? Oeh, als ik dat witte... Kijk, zie, ik zei toch? U valt erin. Nee, je bent zwaarder dan ik dacht, sorry. Ja. Oh, dank u wel. Ja, hè? Dit is voor de kijkers ook boeiende informatie. Dit is leuk. Sis is nog zwaarder dan de schipper dacht. Oh ja, ga het nog een keer herhalen, hè. Hij dacht al van nou. Ja. Maar dat viel u tegen. Opknopen. Kunnen die lui niet doodgeschoten worden? Ja, opknopen. Het gekke is, waar je ook gaat staan met een camera... Ja. Begin ze in Nederland kabaal te trappen. Er is een hele nieuwe IJssellinie gebouwd. Ze moeten jou hebben. Ik ben het. En wat... Wie praat er zo vervelend hard? Hou je kop, mens. Maar goed. Het woord. Stomme, ellendige lawaaitrappers. Goed zo. Maar goed. Terug naar Wilders. Terug naar Winders, hè? Winders. Nee, Jan Jacob. Dat is een vreselijke verspreking. Een fantastische verspreking. Moet je eens kijken, wat een bui. Ik denk dat dit het einde van de wereld wordt. Nou, over jouw einde, hè? Dat zou ook Want kunnen. Ik denk dat de heren jou eindelijk gaan treffen met een gigantische inslag. Ja. Psychopatenbrigade. Lekker knallen met dat klote ding. Met dat wijvenscootertje. Al een druiloor, zeg. Haar laatste woorden waren... Het is een heel merkwaardige zaak, Vincent. Zodra wij ons ergens opstellen, op een korte tekst te spreken, wordt er vanaf het gemeentekantoor een bevel uitgevaardigd naar alle lawaaimakers in de stad en gevraagd of die hier zoveel mogelijk rond willen rijden, op willen trekken, stil willen gaan staan, willen gaan knallen, vuurwerk afsteken, drillboren aanzetten. Nou, ga zo maar door. Op een soort vloer gelegd, daar wordt die bevochtigd. Daar... Hahaha, dat had je uit moeten zetten, Maarten. Volkomen vergeten. Hemel, het is mijn pedicure. Nou, dat is interessant, zeg. Is het ding uit de tijd geraakt aan het eind van de 15e eeuw? Dat had een heel eenvoudige oorzaak.
Zo, jongens. Kijk, je bent nog niet aan het woord. Ook in Bergen op Zoom is het percentage krankzinnigen vrij hoog, wel, hebben we gemerkt deze middag. Steeds als jij aan het woord. Ja, dat is heel typisch. Dat is een organisatie. Vind ik wel opvallend. Maar wel. Jezus, neem me niet kwalijk. Oh. Wat nu weer? Onbelangrijk. Wegdoen. Dat is het grootste deel van Nederland wat je nu aan de telefoon hebt. Zo. Wat er allemaal gebeurt. Gebeurd is. Hele belangrijke. Twee hele belangrijke wegen. Dit is dus puur imponeer. Vuile schoft. Ja, dat hoort hij fijn. Achterlijke debiel. Denk aan je bloeddruk, Maarten. Dat dat getolereerd wordt, jongens. Almere. Ook zo'n stadhuis. Bovendien was het... Oh, jongens, echt, kunnen we niet weggaan. Zo'n mooie Amerikaanse roadmovie, hè? Ja, nou, als ik een half uur kijk, dan kan ik zo een sigaar maken. Dat weet ik wel zeker van niet, Maarten. Als er nou iemand onhandig is, dan ben jij het wel, zeg. Kijk eens thuis ook even op de kaart kijken. Doe er nou ook wat moeite voor. Ik vertel iets interessants. En langs die hele route was eigenlijk bedrijvigheid. In het dorp Gorsselen. Gorssel. Ja, Gorssel. Oh. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Ik weet heel zeker. Ja, ik ook. Okay. De drijf van die pauselijke verkiezingen zei, weet je wat? We moeten een outsider moeten we kiezen. Slim. Vincent is vredig onder zeil gegaan. Vincent die zakt steeds weer. God, dus jullie hebben er allebei van gehoord. Ja, joh. Zeker. Joh, dat is een heel normale... Alleen een domme zusje dus weer niet. Nee. Ja, jawel. Hou op. Want ik krijg een zonnesteek hier, hoor. Ik wil niet vervelend doen, maar... Ja, dan moeten we het zaak nu beëindigen. Dan moet je ergens in de schaduw gaan zitten even, want ik ga het verhaal nu even afmaken. Dit is echt niet verstandig voor mij, hoor. Nee, dat begrijp ik verder wel. En het heeft niks met jou te maken, nee, dat maar begrijp het ik wel ook met wel. Mijn eigen gezondheid. Maar sowieso is het vrij vervelend dat dat, dat, ja, dat onderbroken wordt. Ik kan ook niks aan doen. Ik heb deze plek niet uitgezocht. Ik zou zelf... De Verrossums om het leven. De Verrossums omgekomen in het Saar Peterhuis. Wat een schitterende dood. Er weet er ook niet doodgevonden worden. Wat een schitterende dood. Nee, ik niet. Let op, jongens, daar komt weer zo'n godvergeten klotenscootertje aan. Van. Schandelijk. Het is heel waarschijnlijk dat hij dat gezegd heeft. Laten we daar niet over discussiëren, want dat is onzin. Het is wel gek dat je zo geïrriteerd raakt over een op zichzelf hele nuttige opmerking. Nee, maar het is de manier waarop je het vertelt. Ik zal mijn mond houden. Neemt u mij niet kwalijk dat ik de Heer Jezus hier citeerde? Ja, begint die toch niet. Die er heel anders over dacht dan mijn zuster. Ik heb nog een heel leuk punt vergeten. Dat kan nog wel even duren. Ik moet echt naar de wc, jongens. Ik ga nu even weg. Ze gaat naar de wc. Ik wacht even met je leuke punt, want dat kan ik dan ook nog meenemen. Misschien kunnen we vast beginnen met die godverdomde motorfietsen te verbieden. Wat een kleren ding. Jongens, dit is allemaal wezenloos gelul. We gaan ermee stoppen. Ja. Ik wil wel een kroket. Wie koopt jouw truien, overhemden, sokken? Het enige wat ik zelf koop zijn mijn schoenen. Oh, dat doe je wel zelf? Ja. Ik weet niet waarom, maar dat wil ik ook dolgraag delegeren. Maar ik vind winkelen het ergste wat er is op de planeet. En de rest? Wie doet dat? Ja, dat doet mijn vrouw. Die koopt al die kleren. En als ze niet goed zijn, dan brengt ze ze ook weer terug. Ja. Maar aangezien ze ondertussen aan deze vrij simpele eisen gewend is geraakt. Het belangrijkste vind ik dat het niet te duur is. Dus ik vraag wel eens heel onverhoeds, wat kostte dat overhemd eigenlijk? En als ze dan zegt €137,50, dan wil ik het niet hebben. Aha. Dat vind ik echt zonde. Mijn hele prijsniveau hangt ongeveer 1956. Zee, en jouw vrouw is hoofdredacteur geweest van een modeblad? Nou, ik zou de Margriet niet willen omschrijven als een modeblad. Nou, er staat aardig wat mode in. Ik zou daar willen spreken van een breed spectrum vrouwenblad. Ja, maar met veel mode. Ja, maar dat is nooit haar hoofdinteresse geweest. Nee, dat blijkt wel. Sorry. Ja, Maarten, ons programma mag zich verheugen in de warme belangstelling van de nationale media. En zo kon het gebeuren dat jij door SBS6 Shownieuws bent geïnterviewd. Dat je dat nog eens mocht overkomen op je 69ste.
Ja, ik had het ook niet verwacht. Maar ik heb nog steeds de ambitie om tegelijkertijd zichtbaar te zijn op alle zenders. Dus dat mensen niet meer kunnen vluchten. He, van jee, daar heb je die van Rossum. Dan maar Nederland 2, zet je Nederland 2 aan, daar is die weer. Nederland 3, idem dito. RTL 4 enzovoort. He. Dat werkt het hele scala af. Dat is mijn droom. Maar waar eindigt dit? Misschien word je wel gevraagd voor Wie is de Mol? Dat kan ik mij gezien mijn fysieke constitutie niet voorstellen. Want dan zouden we voor het eerst een dode vallen in dit programma. Lucky, wat is jouw engste ervaring? Ja, vorige week zag ik Ivo de Wijs in zijn kleedkamer een onderbroek. Was heel, hij heeft heel veel talent en ook heel veel haar. Maarten, is er iets in jouw leven voorgevallen dat je als het engste moment kunt betitelen? Nou, ik wou deze gelegenheid gebruiken eigenlijk om de staf te breken over het horrorgenre. Wat ik onbegrijpelijk kinderachtig en lachwekkend vind. Ik ben ook hier geneigd om tijdelijk een verbod op dit soort van onzin uit te vaardigen. Mag ik hierop ingaan heel even? Ja, graag. Want de laatste 10 jaar komt de horror uit Azië vooral. Ja? Ja. En het is een ander soort horror dan je gewend bent. Want jij denkt aan de jaren 70 slechte Amerikaanse films en zo. Maar horror tegenwoordig is heel goed. Het is allemaal heel goed geacteerd. En het komt allemaal uit Korea en Japan en zo. En dat is wel... ik zou je eigenlijk willen voorstellen om nog een kans te geven. Want de moderne soort van Aziatische horror is heel verfijnde cinema. En ook heel ook, eng. Zijn dat ook zombies en zo? Kom op. Ja. Bij de beelden van de historicus en Amerikanist, dat zeg ik goed, Maarten van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Welkom, meneer van Rossum. En de Mrs. Reagan. Een raar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. Abortusvraagstuk is een belangrijk vraagstuk. Daar gaat Obama en daar gaat... Een belangrijke rol gespeeld hebben. Laat me nou eens even uitpraten. Nee, ik heb jou ook nog niet in de reden gevallen. Alleen maar illustratie maken. Nee, maar ik maak mijn onderwerp af als het mag. Even stil zijn, meneer Van Rossum. Dat lukt afhankelijk van de leider van dit gesprek. Dit flitste er net nog ruimschoots voorbij op die schermen daarachter. De voortreffelijke gespreksleiders. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in nu. De laatste 4 weken. Mag ik even? Nu. Ja, u bent. Nu, ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan helemaal, heb. Maar dat is niet zo. Helemaal niet. Ik begrijp dat u enorm geïrriteerd raakt, maar daar zit ik helemaal niet. De gasten van vanavond. Naast Raoul, een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. En hij is een groot liefhebber van de Donald Duck. Dat is natuurlijk ook bijna hetzelfde. Maarten van Rossum. En dat wordt nou alsmaar misschien... gezegd, maar ik ben tegenwoordig... Ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck. Van de verhalen van Karl Barks. Maar van de verhalen die niet van Karl Barks zijn, ben ik helemaal geen grote liefhebber. Dus waarvan de akte? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Daarom. Ja, je wordt voortdurend achtervolgd met dingen... Ik ga even een gast even doen. Niets dan, met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je even, ik doe nog even een gast... En dan beginnen we de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Sterker nog. Ja. Dit zeker. Dus, Nou, want je moet wel die 2/3 moet je wel hebben. Ja. Anders heb je niks geknipt. Nee, is waar. Een beetje denk aan dat bericht in de NRC, wat ik mij van enige tijd geleden herinner. En daar stond bij, Groenland smelt snel, zeespiegel stijgt 7 meter. Je denkt, 7 meter. En dat is zaak dat we nu onmiddellijk passende maatregelen treffen en verhuizen naar het Sauerland. Want dat is niet te verwerken eigenlijk. En dan sla je verder naar het wetenschapskatern waar het op aansloot. En daar stond bij dat het, als het in dit tempo doorsmolt, dan zou het 700 jaar duren voordat het allemaal gesmolten was. En dan was de zeespiegel 7 meter gestegen. Waardoor je toch een minder gevoel van urgentie krijgt. Maar dat is toch... Maar dat is toch wel urgentie? Ja, nee, dat is net als mensen die roken. Ze weten dat als je daar nou maar lang genoeg en intensief mee doorgaat, dat je een afschuwelijke, gruwelijke dood sterft. En maar toch sneller.
Dus de troepen, als er op het pakje zou worden. Zeggen, als u doorrookt, sterft u volgende week maandagmiddag om 3:50. Het is wel leuk, je geeft jouw woord en je hebt het verhaal. Onder enorme Peniskoker. Heeft mij altijd zo oncomfortabel geleken als je er ook een broek bij moet dragen. Broodje bapau. Ik ben zo, er wordt altijd veel te veel op die broodjes gedaan. Nee, dat zit erin. Dat is zo leuk. Broodje bapau is heel veel deeg en dan moet je het gehakt zoeken. Wij zouden een goed duo zijn, denk ik. Wat jij niet weet, daar weet ik weer iets van. En moet je het broodje dan eerst openmaken? Nee, je moet zoeken. Je moet zo hap. En soms eet je dus uren deeg. Nou. Soms, dan, dat doen ze ook in de fabriek. Dan zeggen ze, oh, we doen er vandaag geen gehakt in. Dan ben je toch wel... Heb je mazzel en heb je gewoon gehakt. Dan ben je toch wel een halve zool als je zo'n broodje koopt. Kijk aan. Ahmed won pas in de derde ronde. Het stemmen verliep zo chaotisch dat ze na de tweede ronde allebei genomineerd bleken te zijn voor de nieuwe Mary Poppins. Ja, dat is erg, hè. Grote god, dat is erg. We mogen door hem niet heen praten. Oh, sorry. Wij mogen dat steeds is heel moeilijk, sorry. Maar probeer het. Nou ja, dat jullie begonnen over die Mary Poppins. Ja, dan Poppins. Even je kop, dan doe ik nog een stap. God, allemachtig nog een toezeg. Die hele AVRO zou verboden moeten worden, alleen vanwege die Poppins. We zitten nu bij de trots, hoor. Je hebt, ja, die moet ook verboden worden. Je hebt bejaarden in zijn incontinent en dan hangt er hier zo'n zakje. Bij jou zouden ze hier zo'n zakje hebben. Stel je voor dat ik hier de hele tijd zou zitten zwijgen. Ja, ik zou het nu opvatten als een verademing, maar dat geeft niet. Dus, klinkt niet als een dreigement voor mij. Ja. Ahmed je wordt uitgenodigd om te... En dan doe je het niet goed. We waren bij Mary Poppins. Ja. Ja. God, met die vreselijke darts. Ik vind het hartstikke goed. Het maakt toch ook niet uit? We worden er toch uitgeflikkerd. We kunnen alles doen. We hebben nog lekker wijn. We kunnen nog alles doen. Die van die trap afstormen. Ja, verschrikkelijk. Eerst hadden ze een hele groep van halve zolen die van die trap afstormen. En nou die dames zeggen. Waar is Al-Qaeda? Dat je bouw is, zullen we daar bingo doen. Ridicule jurk. Nee, maar goed, er zijn nu echt... Terwijl bij Amalia ligt dat anders. Daar gaat het puur en alleen om het doorgeven van de genen. Want alleen als je die genen hebt, dan mag je dus... Dat is ook gek dat je dus nu al weet dat dit kleutertje... Ze kijkt trouwens altijd enorm boos, maar hier iets minder. Misschien begint ze iets meer vrede met het leven te krijgen. Dat zou kunnen. Maar het is een gek idee dat je nu al weet dat dit kleutertje... onze voorkomende vorstin is, wanneer de vorst die het nog niet is, de bent geworden is. Een van de meest emotionele tv-momenten van de afgelopen jaren vond ik dat Amalia naar school ging, de eerste schooldag. Want wat wilde Amalia het liefst toen ze de eerste dag naar school ging? Net als haar vriendinnetje, een prinsessentasje. Nou, vond ik zo lief. Ja, zo lief. Mooi. Ja, dat is mooi. Zo zie ja. Je dat zelfs als je het bent, dat je toch nog een halve zool bent. Zo, ik denk dat dit het laatste duwtje was. En we zijn kunnen mensen jou toch altijd serieus nemen? Dankjewel voor het kijken, de aflevering. Dames en heren, tot ziens. Dit was de laatste aflevering van Dit Was Het Nieuws. Maarten van Rossum gaat alleen verder. Ja, we gaan terug. Ik was zo blij dat ik werd uitgenodigd in de uitzending samen met Maarten. Omdat ik hem beschouw als een van de meest intelligente mannen. Waarvan het ook volstrekt helder is dat je dan zelf niet meer hoeft na te denken. Precies. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die ongelooflijk verliefd op u zijn. Nee, ik moet zeggen, misschien dat ze mijn adres onvoldoende kennen. Dat is natuurlijk mogelijk. Of dat ze mijn e-mailadres niet weten. Wat ik niet ga geven. Wanneer bent u voor het laatst verliefd geweest? Grote god, dat is... Oh, dat is een mooie vraag. Lang geleden. Ja, echt? Ja, ten eerste vind ik het veel te persoonlijk om serieus op te antwoorden. Dus het volgende antwoord is niet juist. Nee, dat is ook mooi. Je kunt toch ook gewoon één keer wat... Of vindt u op tv moet je... Oh, ga ik ineens u zeggen. Dat je op tv nooit zoiets persoonlijk moet zeggen gewoon. Nou, ik zou daar zeer terughoudend in me zijn. Maar goed, ik was voor het laatst verliefd toen ik 14 was. Echt? Nee, dat is dus niet waar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen... Ik schrok er zo van. U heeft een geweldige stem, u heeft een geweldige uitstraling, u heeft een geweldige kennis. Er zijn volgens mij enorm veel vrouwen die echt... Ja, maar dan maak je toch een ingrijpende denkfout dat vrouwen in kennis geïnteresseerd zijn.
situatie. Ik wou er van de gelegenheid gebruik maken om nog even iets te laten zien van gisteravond, wat hierop aansluit. Oh, dat kan ook. Sorry. Ja. Als we van mij overgaan naar mij. Dat blijft. En dat is een stukje dat gaat over waarom mensen bijvoorbeeld Nederlanders die niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, niet zo goed Nederlands spreken. Ja, dank. Laten we even kijken hoe dat ging. U komt uit Zeeland of u komt uit Sittard, u verstaat en u spreekt een taal die we niet eens verstaan hier. Dat begrijp ik ook totaal niet, dames en heren. Dat die allochtonen allemaal in no time Nederlands moeten leren. En dat we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. He? Ik moet u teleurstellen dat zodra Limburg in negatieve zin genoemd wordt in mijn betoog, er onmiddellijk spontaan geapplaudisseerd wordt. Ja, zodat ik dan daarna altijd voorstel dat we Limburg aan België cadeau doen. Je bent dus van Maxime af, je bent van ons Camille af. Nou ja, en dan tenslotte natuurlijk de klap op de vuurpijl. We zijn van gekke Geert af. Ja, dat houdt u vrij consequent voor om de heer Wilders gekke Geert te noemen. Hè? Ja, en daar heb ik ook, dat heb je natuurlijk nu niet, je kunt niet die hele uitzending doen, dat spreekt. Maar ik heb, dacht ik, vrij goede gronden om hem gekke Geert te noemen. Als ik die niet zou hebben, zou ik het ook niet lollig vinden, want daarmee zet je iemand in feite toch weg. Je discrimineert hem in zekere zin. Ik spreek niet van gekke Mark, hè. Hoewel geleidelijk aan daar misschien ook in toenemende mate goede redenen voor zijn, maar alleen voorlopig is het nog niet zover. Geert Wilders, als je zijn partijprogramma bekijkt, als je zijn opvattingen bekijkt, leidt naar mijn idee vrij evident aan een paranoïde obsessie. Namelijk aan het wonderbaarlijke idee dat wij in Nederland door 5% van de bevolking, zijn de moslims in Nederland, op korte termijn, het is niet iets een lange termijn project omdat ze zich voortplanten als de konijn of zo. Nee, het is op korte termijn zullen wij geïslamiseerd worden. Hè? En nou ja, je kijkt even rond, zijn er al hoofddoekjes, worden er al soera's gelezen? Nee, natuurlijk is dat allemaal niet zo. En niet alleen wij, en toch slaat maar de over, hele hè? Europese Unie, waarin ongeveer 4% van de bevolking bestaat uit moslims. En eigenlijk de hele westerse samenleving, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, overal dreigt islamisering. Dan is het naar mijn idee, als je dat werkelijk gelooft, dat is, laten we aannemen, hij gelooft het werkelijk. Dan is er iets mis in zijn bovenkamer. Nog veel erger is, hij gelooft het helemaal niet, maar hij maakt dat zijn misschien wat minder begaafde kiezers wijs dat dat zo zou kunnen zijn. Dat is naar mijn idee nog veel en veel erger. En dan maak je in feite op grote schaal misbruik van een politiek systeem en van de vrije meningsuiting. Dan laat dat ook duidelijk zijn. Meneer Van Rossum, hoe gaat het? Slecht. Ik geniet met volle teugen. Ja, want u zit hier omdat u afgelopen zaterdag een stuk heeft geschreven in het Algemeen Dagblad dat u er helemaal gek van wordt. Ik heb het niet zelf geschreven. Ik heb aan de telefoon enkele vragen beantwoord. Okay. Ja, laten we het zo zeggen. Ik gun hem van harte dat hij daar fijn en licht geëmotioneerd over kan spreken. Maar nu, waarom zijn we er net te laat begonnen? Omdat Jack van Gelder te lang door lulde over al die opstellingen, wat verder allemaal helemaal nergens op slaat. En wat doen we in feite? We zitten ons te erger aan Van Gelder die te lang doorlult. En dat, wat doen wij dan vervolgens een dik kwartier? Gaan we een dik kwartier praten over die doelpunten die ik nu zo vaak in mijn leven heb gezien dat ik ze moeiteloos zelf zou kunnen maken. Ook op mijn leeftijd. Ja. Maar, want ook dat doelpunt van Van Basten tegen Rusland, dat schiet ik er moeiteloos in. Helemaal geen probleem. Nee, wat ik, mijn bezwaar is dat je ook in het journaal zie je zulke vreemde dingen als de spelers stappen in de bus. De spelers stappen uit de bus. De spelers zitten in de bus. De spelers stappen in het vliegtuig. De spelers stappen uit het vliegtuig. Over zonder ooit een bal te trappen of zelfs maar commentaar te geven op datgene wat ze gaan doen. We zien zelfs het vliegtuig waar wordt gezegd dat de spelers in zitten. Dat zien wij landen in Zürich. Hoewel we helemaal niet zeker weten of ze er wel in zitten. Maar meneer, ik heb bijvoorbeeld ook een bezwaar. We gaan naar die oranje fans nou, heb ik begrepen. Nee, we gaan om even nog. Je hebt dat nieuws van 1 uur 's middags. En dat is zowel normaal nieuws als sportnieuws. En dan zegt die normale nieuwslezer, zegt de aardbeving in Pakistan, 45.000 doden. En dan even later op precies dezelfde toon
de reserve keeper van Go Ahead licht gewond geraakt bij het verslepen van het doel. En dan denk ik, ja, dat, wat een wonderbaarlijk soort van prioriteiten stellen wij in Nederland. Ik zou zeggen, donder op met dat sportnieuws en doe dat wat mij betreft op een aparte zender. Zo van, hup, daar heb je iemand, Donner, een hotshot in die CDA-kring en zo. Maar wat mij opviel op die markt eigenlijk was hoe totaal ongeïnteresseerd de modale burger was. Want er kwam de heer Donner met zo'n flyertje en die zei van, wilt u eens even lezen hoe interessant het CDA de zaak gaat runnen? En dan schoven ze me min of meer ordeloos terzijde op weg naar de koek en zopiekraam. Dat viel mij op. Ik dacht dat ik misschien verkeerd gekeken. Ja. Ik had toch veel meer gedacht van dat ook in Haarlem de bezoekers van de markt. Hé, daar heb je Donner. Maar dat was eigenlijk niet zo. Het had iets terloops. Iets. Ja, ik was er niet van onder de indruk. Maar tegelijkertijd dacht ik, ach, zolang de politiek in Nederland zo in elkaar zit, is het misschien allemaal zo gek nog niet. Hè? Zou het veel ernstiger en verontrustigender hebben gevonden als de heer Donner als een soort charismatische leider daar tussen de kramen door was gemarcheerd, hè, met ontbloot bovenlijf. Bij wijze van spreken. Ja, de verkiezingscampagne toch in de zomer, hoor. Ja, ik dacht aan Poetin. Was ook in de winter volgens mij. Maar, nee, dus het had iets vertederend. Ja, het speelde zich af bovendien in een van de mooiste kerken van Nederland. Die een van de mooiste orgels heeft. En in die zin was ik gewoon blij dat ik weer eens in de Bavo was. Ik heb altijd in kerken, als ik te lang blijf, dan zou ik misschien ook wel religieus worden. Ik heb mij laten vertellen dat als meisjes een abonnement nemen op een meisjesblad, dat ze er dan een vibrator als cadeau bij krijgen. En zeg jij dan, god, de jeugd van tegenwoordig. Ik heb een abonnement op een meisjesblad heb genomen, dus ik weet ook niet of ik dan zelf gelukkig zou zijn met het ontvangen geschenk. Nee. Eerlijk gezegd, ik kan de meisjes veel beter aanbevelen om een abonnement op de Maarten te nemen. Want dan kan ik garanderen dat er geen vibrator meegezonden wordt. Als ik daar even over nadenk, moet ik zeggen, dat lijkt mij dat een enorm voordeel. Zou jij, stel je voor, jij abonneert je op een tijdschrift en volkomen onverwacht komt er een kartonnen doosje waar de Tarzan uitkomt. Dan spreek ik jou nog nader. Nou ja, ik keek net naar het. Ik vind eerlijk gezegd, als ik er even op door mag gaan. Ja. Ik vind al die geschenken die je dan in Nederland bij van alles en nog wat krijgt, volkomen idioot. Je gaat benzine tanken en je krijgt een handdoek cadeau. Maar ja, daar was ik helemaal niet op uit. Ik wou benzine. Ik heb veel liever dat de benzine wat goedkoper is. En als ik een handdoek ga kopen, doe ik dat in een handdoekenwinkel. Daar zou je verrast zijn als je ook een jerrycan met benzine erbij krijgt. Maar ik weet wel, het land was in rep en roer. Het interessante is dat niemand uit de journalistieke wereld er voor de hand liggende vraag stelt, wat doen die paarden daar? Hè? Ja. En wat is ermee gebeurd toen ze terug zijn gehaald? Hè? Ja. Hoe sla je die op? Waar breng je die onder? Vreet je ze meteen op? Zijn ze allemaal meteen afgeknald nadat ze zo'n fijne ontroering veroorzaakt hebben? Dat zal haast wel. Hè? Daar kun je wel van uitgaan. Die zijn regelrecht door naar het slachthuis gegalopeerd. Hoe noemt men de gymnastische figuur waarbij één been naar voren en één been naar achteren is gestrekt, zodat ze in elkaars verlengde liggen en waarbij het kruis de vloer raakt? Het is een soort judo, maar dan anders. Spagaat? Ja, is goed. Spagaat. Kan iemand het? Ik ken niet. Nee. Ik ken het. Maarten, denk ik. Misschien Maarten? Nou, Maarten moet je dat niet vragen. Nou ja, ik zou het best kunnen. Ja? Maar ja, ik vind dit dan niet de gelegenheid om dat te laten zien.